Voor andere tijden sport, over naar het Olympisch Stadion in Amsterdam. Hoeveel Nederlanders kunnen zeggen dat ze ooit tegen Muhammad Ali hebben gebokst? Dat is er maar één. Rudy Lubbers. Tell Rudy and everybody out there who knows Rudy that when Rudy meets me, tell Rudy to be in good shape because Muhammad Ali is not finished. People think Muhammad Ali is finished. You just tell him Muhammad Ali is not finished. You tell him Muhammad Ali is still great. Muhammad Ali is coming back. Hij houdt het goed. Kruisen op het hoofd en constant aanvallen met Muhammad Ali. En Rudy vecht terug. Goedenavond. Rudy Lubbers is een uitstekende bokser in het zwaargewicht. Hij is kampioen van Nederland. Wie doet hem wat? Die nationale titel lijkt het hoogtepunt van zijn carrière te zijn en te blijven ook. Dan krijgt hij in 1973 volkomen onverwacht de kans om tegen de grootste aller tijden te boksen. Tegen Muhammad Ali in de verzengende hitte van Jakarta in Indonesië. Andere tijden sport over Rudy Lubbers en het gevecht van zijn leven. Rudy's vader werkte in de jaren 60 als metaalbewerker op een scheepswerf in Vlissingen. Wanneer hij wordt ontslagen, bouwt hij eigenhandig een attractie en wordt kermisexploitant. Het gezin Lubbers trekt door het land. Rudy rondt een HBS-opleiding af en gaat boksen, net als zijn broer Jan. Als ik Jan zie boksen, ja, dan is het een doordouwer. En dat was hij ook. In het werk. En als Rudy zien boksen, dan gaat hij naar Cassius Clay toe en zegt, wat moet jij? Dan wordt Clay onherroepelijk binnen een minuut neergehaald. Lubbers was in de 60er jaren, tot hij als prof werd begin 70er jaren, was zo'n man die als voorbeeld was. Hij was natuurlijk slim. Goede schoolopleiding, HBS, een beetje uniek in de bokswereld. Werd hij serieus genomen? Achteraf bekeken denk ik dat ik wel kan zeggen dat in het begin toch wel heel sceptisch gekeken werd. Zo van, wat is dat? Rinze van der Meer is een wandelend naslagwerk op boksgebied. Hij volgt Lubbers vanaf zijn amateurtijd en ziet meer dan 100 van zijn partijen. Hij kon verdedigend boksen. Hij was niet een echte aanvallende bokser. Verdedigend, vanuit de verdediging een aanval opzetten, counteren, bewegen, dubbelslagen. Ik zal het demonstreren. Dat is kijken, reageren. Op je tegenstander, kom je tegenstander naar voren. Zo'n stapje naar voren, dan doe jij dat stapje naar achteren. Altijd afstand. De afstand die je nodig hebt om iemand te raken. Dan hoef je maar tjak, dat te doen en dan op het juiste moment is hij raak. En dan komt mijn wapen. Dat was links. Links. Tjang. Rechts. Rudy is de jongen die kan door zijn bokskunde een tegenstander helemaal als het ware naar beneden drukken, waardoor hij dus na een aantal ronden opgeeft vanwege de overmacht van de vele stoten. En dat werd vaak gevolgd door links. En dan dachten ze dat hij nog een links kwam, maar dan kwam een linkse hoek. En die gingen ze dan dekken.
Links ook, pang. En die rechts, die directe. En dat waren gevaarlijke wapens. En daar heeft menig een zich aan verkeken. Net zijn ze op neergegaan. Lubbers kon series slaan. Tjoen, tjoen. Tjoen, tjoen en tjap. Meestappen. Was echt, ja, het is lust voor de ogen. Altijd twee klappen. Twee, drie klappen. Nooit alleen maar één klap. Nooit alleen maar links. Daar heb je niks aan. Doe dan links, links. En derde eroverheen. Altijd twee, drie klappen. ABC, ABC. En dat moet in je gedachten zitten. Links, rechts. Ja. Strik, ja. Goed. Ik ben dus met Ruud bezig momenteel om dus aan zijn eindstoot te werken. Ik voel dus gewoon dat ik betere jongens moet hebben. Want hoe beter die jongens zijn, hoe beter ik zelf ook kan boksen en ga boksen. Omdat ik helemaal. Het is natuurlijk nare van jezelf te zeggen, maar ik heb helemaal. Klasse en klasse komt pas tot uitdrukking. Komt pas in werking. Als je dus jongens hebt waar tegenover je klasse kunt laten vertonen. Chang! Chang, chang! Chang, chang, chang! Of tjingpong. Op een uppercut en opstoot. Rudy is 19 als hij in 1964 meedoet aan de Olympische Spelen van Tokio. Hij verliest van de latere gouden medaillewinnaar. 4 jaar later strandt hij tijdens de Spelen in Mexico in de kwartfinales. In 1970 wordt hij professional. Ik zou 3, 4 jaar geleden wou ik al professional worden. En deels dus om dus mijn studie te kunnen bekostigen. En dus, vooral dus mijn verblijf hier in Amsterdam. Want mijn ouders zitten op de kermis. Kermisexploitanten. En die reizen zomers het hele land door. Zijn studie geeft hij op. Zodat hij zich volledig aan zijn sport kan wijden. En met succes. Al een jaar later, op 17 mei 1971, bokst hij in Carré. Onder leiding van scheidsrechter Ben Bril. Twaalf zwaar bevochten ronden later is Bas van Duivenbode verslagen. En Rudy Lubbers, Nederlands kampioen zwaargewicht. U bent nu professional bokser. Is dat een goed betaald beroep? Het kan een goed betaald beroep worden. Wat krijgt u voor een gevecht? Zeg maar de 1000 gulden. Heeft u bijbaantjes? Nu? Nee. De ongeslagen zwaargewichtkampioen verlegt na 21 partijen zijn doel. Hij wil de Europese titel. In de voorbereiding op dat titelgevecht traint hij in de Kennemer duinen. Zijn tegenstander, de Brit Joe Buckner, zal een maand later tegen Muhammad Ali boksen. So I think Rudy Lubbers will be a sort of a good warm-up fight for the Muhammad Ali. It's not that I'm going to take Rudy Lubbers very easily, because I'm not. Because I think Rudy is a very capable fighter. He's undefeated in 21 fights. Op weg naar Londen praat Rudy met zijn manager Henk Ruling over het aankomende gevecht. Gisteren mededeling gekomen van de Britse Boksbond dat als Buckner voor jou zou verliezen, gaat die wedstrijd op 14 februari in Las Vegas tegen Craig gaat niet door. Het houdt dus in dat als jij van Buckner zou winnen. Dus dat jij de nieuwe Europese kampioen bent. Hè? In dat geval zou jij dus op 14 februari in Las Vegas boksen tegen Clay. Dat zit er wel in, hè? Dat zit er eventueel. Ik bedoel, laten we niet al te optimistisch zijn. Het is een zware wedstrijd. Maar het is in ieder geval iets wat wel. Het is proberen waard. Het is proberen waard, ja. Het is wel prettig. Hoe heb je getraind vanochtend? Nou, lekker, ja. Joe Buckner is een kop groter, 5 jaar jonger en heeft 2 keer zoveel partijen gebokst als Rudy Lubbers. 27 daarvan won hij door een knock-out. Oh, een uitstekende rechtshoek van Rudy Lubbers op het hoofd van Joe Buckner, die even was aangeslagen. En meteen ging Rudy Lubbers door. Uitstekend, hij kijkt goed. Rudy Lubbers verliest op punten. Toch komt er, alsnog, volkomen onverwacht, een uitnodiging uit de Verenigde Staten.
You tell Rudy and everybody out there who knows Rudy that when Rudy meets me, tell Rudy to be in good shape. Yeah, waarom wilde Ali tegen mij boksen? Because Muhammad Ali is not finished. People think Muhammad Ali is finished. You just tell him Muhammad Ali is not finished. You tell him Muhammad Ali is still great. Muhammad Ali is coming back. Ik had een wereldprestatie geleverd. Of goede prestatie. Door 15 ronden. Ik leid een teruggetrokken leven. Ik probeer me gelukkig te voelen. Lukt dat? Nee, want ik mis mijn kinderen. Ik mis bepaalde dingen die je eigenlijk niet mag missen. De opvoeding van mijn kinderen. De kleinkinderen die groter worden. Mijn dochter. En dat mis ik gewoon. Waarom zit u hier dan? Omdat je in Nederland wordt gezien, omdat er op internet staat dat je een drugshandelaar bent. Rudy Lubbers wordt in 1986 in Portugal opgepakt op verdenking van drugsmokkel. Fysiek bewijs ontbreekt. Wel had hij contact met een koppel dat betrapt werd met meer dan 300 kilogram hash. Dit zijn beelden van Rudy Lubbers in de beruchte Val de Gedeus gevangenis. Al met al zit de oud-bokser 8 jaar vast. Ik ben een fel antidrugs. Kom. En ik ben geen gebruiker. En ik heb nog nooit in mijn leven iets gebruikt. Ook geen doping. En allemaal pure energie. En dan ben je in Nederland. En dan merk je gewoon dat je daarvoor wordt aangekeken. Is dat de reden waarom u hier zo leeft? Grotendeels wel, ja. Ik heb geen last van dat stempel hier. Want er zijn niet iedereen kent me. Van lief alleen gaan steeds meer mensen me kennen. Maar, ja. Je leeft hier vrij. Muhammad Ali heeft 2 jaar eerder verloren van Joe Frazier. Hij wil een rematch. En daarna wil hij zijn wereldtitel heroveren tegen George Foreman. In de ogen van The Greatest past een match tegen Rudy Lubbers in die voorbereiding. Hij wilde tegenover een bokser staan. Niet tegenover vechters. Daar hield hij niet van. Hij hield van boksers. Een bokser die niet hangt. Een bokser die niet afklimt. Een bokser die niet, als hij, want hij is kleiner dan Ali... die wanneer die onder je komt, niet omdat dat Lubbers stijl niet was... met zijn kop je toevallig raakt, waardoor een wenkbrauw of weet ik wat beschadigd kan raken. Al die dingen spraken in het voordeel om Lubbers als tegenstander te nemen van Muhammad Ali. Een prachtige, eervolle uitnodiging dat je tegen zo'n groot iemand mag boksen. Dat is precies wat het voor mij betekend heeft. Dat je wordt uitgenodigd om tegen zo'n man, en daar komt dus bij, dat je natuurlijk bokst in Jakarta. De bokser uit het land van de voormalige koloniale bezetter krijgt tot zijn verbazing een heldenonthaal. Onderweg naar dat stadion toe, in de auto, die mensen die daar zat motoragenten voorop, motoragent achterop. Ik ertussenin in een auto en die deden de sirene aan. Die mensen schoten aan de kant, deden de raampjes open en gingen zwaaien met witte zakdoekjes. Die wisten dus dat ik onderweg was naar mijn trainingsplaats. Heel mooi, heel mooi.
In het grootste moslimland ter wereld is Muhammad Ali, die zich tot de islam heeft bekeerd, razend populair. Zijn trainingen trekken veel belangstelling. Goedemiddag in Nederland. U bent rechtstreeks verbonden met het Senayan Stadion in Jakarta. Terwijl u kijkt naar Muhammad Ali, loopt achter ons langs Rudy Lubbers. Begeleid door zijn manager Henk Ruling en begeleid door Wim Snoep. Ook eens een gevierd zwaargewicht in Nederland. Muhammad Ali in de ring. En hier is Rudy Lubbers. Hoe hard hij ook heeft getraind, geen enkele bokskenner verwacht dat Rudy Lubbers ook maar een schijn van kans maakt. Ik hoop dat hij een ronde of 8 op de been blijft. Ik had het idee dat er wel een knock-out in zou zitten, ja. Toch staat Rudy die avond vol zelfvertrouwen in de boksring. Lee Kim Chung uit Singapore. Temperatuur van rond de 28 graden Celsius. Nadat het vanmiddag wat geregend heeft, een hoge vochtigheidsgraad. Ja, als je daarin moet boksen, dan heb je bij de boksers al, hè, eigenlijk al een 1-0 achterstand voordat je begint. Zoals benauwd. Nee, het is geen land om te boksen. Dan moet je de 100 meter vrije slag doen. Dat gaat wel, maar dat we zijn afzien, hoor. Ben Zwezerijnen, zelf bokser, staat die avond in de hoek van Lubbers als assistentverzorger. Hoe zwaar was het bij die temperatuur om daarbij te boksen? Een verschrikking. Mijn doodgon is niet zo erg als die 12 ronden of 10 ronden in de ring moeten staan. Want je krijgt zuurstofschuld. Zijn serie geeft, ze is een zuurstofschuld, die komt niet meer overeen. Wij gaan net kijken naar de eerste ronde. Muhammad Ali en Rudy Lubbers. Ja hoor, kom maar. Rudy Lubbers, die technisch zeer goed zal verdedigen, heeft voorspeld dat hij hem 3-4 ronden zal laten komen om daarna toe te slaan. Verwacht u dus van de Nederlander, afgaande op zijn eigen woorden, niet te veel offensieve daden in deze eerste ronde. Ali was slim. Kijk. Kijk, als die linkshoek nou raak was geweest, dan had je daar naar rechts direct overheen kunnen geven. Kijk. Je ziet voorlopig nog geen echte treffers geplaatst, ondanks het prijzen van Ali. Ja, ik heb nog geen, niet echt een klap gehad. Komt zelf door met een linkje op het lichaam van Muhammad Ali. En ook daar kreeg wat applaus. Lubbers heeft bij tijd en wijle Ali toch echt aangepakt. Wat was het strijdplan? Ja, dat hij een 12 ronde op zijn huid moet zitten met die temperatuur. Kijk, vond dat best als je de tempo wat hij erin lag, om dat vol te houden. Heel goed. Beetje voorzichtig beginnen. In de tweede ronde moet hij gedacht hebben van, ik heb kansen. Hij moet erbij komen. Kijk, Ali heeft een lange reach. Dus dan moet hij naartoe knokken. Ja, recht. Oh, mooi zeg. Links en rechts. Muhammad Ali. Aanvallende daden van Lubbers worden met applaus beloofd. Ja, kijk. Links is op het lichaam van Ali. Weer 1 minuut voorbij in deze tweede ronde. Nederlandse bokstenners roepen naar Rudy dat hij het niet echt goed heeft hij helemaal gedaan. En nu ziet hij toch wel even op een rechte directe van Ali. Ja. Het is merkbaar een geschikte, ja. Kijk. Direct van Jan van Ali. Rudy naar Rudy Lubbers. Komt toch wel door. Links de directe. Ja, je komt zoveel tekort in de lengte. Hè? Je mist een centimeter of 5. De langere rijkwijde van Muhammad Ali is nu al merkbaar. Ja. Zijn linkse direct hebben, dus had hij altijd al zijn beste wapen. Daar zijn heel wat boksers op kapot gegaan.
Kom daar maar eens aan voorbij. En dat is Lubbers toch een aantal keren heel goed gelukt. En wat vooral voor hem van belang was, en dat is hem ook ingeprent door iedereen, en dat had hij natuurlijk zelf ook wel in de gaten, dat was hou je dekking hoog gesloten en blijf bij de linkse van Muhammad Ali weg. Nou is dat lastig, maar dat was wel de opdracht waarmee je de ring is ingegaan. Kom op, Rudy. Nee, ik moet rustig doen, de eerste twee, drie ronden. Ja, oeh, jammer. 10 seconden. Kijk eens, ja, links en rechts. Stop. Nou, ik vind het er nog toe vrij gelijk opgaand, hoor. Misschien wel dat ik iets beter ben, meer raak. Kijk, Ali is je moeder. En vader, geloof ik. Maar lieve mensen, die vader en moeder van Ali. Prachtige mensen. Die hebben me na de wedstrijd ook gefeliciteerd. Hier de man die aanmerkelijk minder verzorging nodig heeft dan Rudy Lubbers, waar nu maar liefst drie man zich aan mij bemoeien. Wim Snoek, Henk Rulling, een Indonesische masseur, Benny Fresco, die Fresco, ja. Allerlei spiritualiën en spirituele dingen met Rudy uithaalt. Die kwam naar mijn hotelkamer toe, die Fresco, die masseur. En die was afgedaald in de vulkaan, weet zo'n ding. Ja. Lubbers verblijft in het hart van de stad, in de presidentiële suite van het Kartika Plaza Hotel. Daar wordt hij zwaar bewaakt. Ik kende die man helemaal niet. Maar die man die was zo overtuigend en die komt dus al die bewaking voorbij. Hij kwam naar mij omdat hij sympathie had voor Nederland. Ik weet niet, liever zo gek om hem heen, dan zal die weer geweest zijn. Dat is een masseur. Dus de hele dag liep die keel bij hem. Er is een foto, die stond in de Telegraaf. Daar zit die Fresco, die zit bij jou op je rug, met die grote steen erbij. Oh. En die mannen die zitten aan de zijkant, die zitten aan jouw armen te trekken. Oh, dat kan, ja. Ja, ja, in het begin dacht ik van, wat moet ik ermee? Maar hij heeft hem ook behandeld, hè? Heeft u dat gezien? Dat heb ik niet gezien. Ik werd de moeite van die maandelen daaromheen. Ja, hele vreemde man, maar een soort wondermasseur. En dacht jij niet, joh, ga weg? Nou ja, ik dacht gewoon, kijk, baat het niet, dan schaadt het niet. Die Fresco die had hele bijzondere ideeën. Want ik ben wel eens op Rudy's kamer geweest en daar was die Fresco ook. En die had iets heel bijzonders, die had kraterwater bij zich. En dat rook ook inderdaad naar zwavel. Kraterwater had hij, ja, flessen vol kraterwater. Dan moest hij drinken. Liet die flessen achter. En hij kwam, dat is een beetje de laatste week, elke dag. Ja, hij gebruikte stenen en daar baseerde hij mee, met zo'n lavasteen. En wat zei hij dat het effect zou zijn van die behandeling? Nou ja, dat ik van steen zou worden. Natuurlijk heeft hij hem dat gezegd. Ja, wat wil jij, zeg. Als hij gezegd had, smeerde maar in met flipjatiel, dan had hij dat ook gedaan, of pindakaas. Want dat was een beetje de gedachte van die man. Nee, vanzelfsprekend. Wat dacht u toen u die man dat soort dingen hoorde zeggen? Ik denk, die is niet heel vol. Maar is hij goed bezalfd? Nee. Geloofde u hem? Hij respecteerde hem. Ik denk dat hij hem niet, want dan had hij hem wel weggestuurd. Ja, volgens mij op het laatst ging het in geloof, ja. Waar merkt u dat dan? Nou, omdat hij constant met die keel liep te ouwe hoeren, dus. Ik had hem nou 5 minuten weggestuurd, maar hij blijft er 5 dagen mee lopen. Hielp het jou mentaal? Ja. Want jij geloofde wel in wat die man zei. Ik kwam tot ontdekking dat er enige vorm van waarheid in zat. Het ging hem erom dat ik niet neer zou gaan. En dat ik dus de wedstrijd zou uitboksen. En op 10 seconden, dan is ook deze ronde ten einde. Links-rechts de combinatie, je ziet als razendsnel, als een mitrailleur schieten die armen van Muhammad Ali uit. En Rudy Lubbers is duidelijk op dit moment al getekend door de strijd. Nou, dat valt wel mee, hoor. Ik voelde me hartstikke goed. Ja, de verzorging van Muhammad Ali is duidelijk simpeler dan die van Rudy Lubbers. Rudy wordt door 4 man nu behandeld. Ben Zwezerijnen, die ook hier in Indonesië is, die gooit een spons water over zijn hoofd. Hoe was Rudy eraan toe?
Hij praatte niet meer, geloof ik. Dus... Daarvoor wel. Nou, hoe gaat hij nog wel eens antwoord? Henk Ruding geeft hem zijn laatste aanwijzingen nog, terwijl we gaan kijken naar de zevende ronde. Dan gaat hij wat proberen. Hij probeert de boel te stoppen. Allemaal links en rechts, korte combinaties in deze laatste halve minuut van de zevende ronde. En Rudy Lubbers, het is een eigen hoek, notabene, erg moeilijk heeft. Nou hoor, bravo jongen. Ruudje. Bravo. Overeind gebleven. Dat zijn kleine 10 seconden te gaan. En we zijn... Dat hij overeind bleef, dat vond ik op zich al opmerkelijk. En wat vooral heel bijzonder was, was dat hij daarna in de hoek toch de indruk maakte van het lukt nog wel. Terwijl heel langzaam alles begon dicht te zitten. Dat had de regisseur dan wel goed in beeld. Want je ziet dus heel nadrukkelijk dat de ogen alsmaar kleiner worden. Want het zwelt allemaal op. Want hij is natuurlijk enorm geraakt. Je hebt even tijd om die koude dingen te tegen aan te houden. Maar het is maar 1 minuut. Dus dan moet je wel altijd drinken, gebit moet eruit. Dus dan moet je weer starten. Dus je doet er weinig aan, denk ik. In de hoek van Ali was het rustig. Ja? In de hoek van Lubbers was het alsof je de deur opendeed van de spoedeisende hulp. Zo gingen ze daar tekeer om te zorgen dat hij die ronde weer kon aanvangen. Dus meneer Fresco die deed het haar, het hoofd. Nou, en dan hadden we Ruling, die deed de smeer. En dan Wim Snoek, die was bezig met weer wat dansen, sponsen, van alles. Ik ben daar heel eerlijk in. Ik heb op een gegeven ogenblik heb ik tegen Wim Snoek en tegen mijn manager gezegd... Vinden jullie niet dat het zo genoeg is geweest? En toen schrokken ze allebei. Nee. Doorgaan. Je moet het einde halen. Ik zei, nou oké, dan ga ik door voor het einde. En dus er zat toch een soort van opgave in. Maar dat was me te min. Ik kan niet opgeven. Ik vind dat een schande als je opgeeft. Nou, kom op, Lily. Goed, Ruudje. Hoeken en opstoten van Mohammed Ali. Subliem. Moet je nou eens kijken. Nee hoor, dans gewoon. En de bom. Die het einde van deze 9e ronde aangaat. Voorlopig is het wel zo dat we gaan kijken naar dit 10e ronde. Een slechte combinatie. En nu heeft Rudy Lubbers het moeilijk. Ja. Hij heeft het moeilijk. Bang dat op zijn been is. Maar komt weer terug. Bang, ja. Erg dapper wat hij nu doet. Bravo, Rudy. Ja, ja. Een slechte combinatie. Nou, kom op jongen. Laatste ronde. Snel aanvallen door Mohammed Ali. Rudy Lubbers die het houdt. Ik heb zeg maar, ben speciaal in de dekking gaan staan. Beetje naar beneden. En hij roffelt een beetje zo, roffelt een beetje. Niks raak, maar... En ik heb naar boven gegluurd. En ik heb staan wachten dat ik de kans krijg, want hij gaat over mij heen zo roffelen. Dat ik de kans kreeg om omhoog te komen, bang, met een opstoot. Maar net toen ik dat wou doen, stapte hij achteruit. En dat is al 1 keer of 3 gebeurd. En constant aanvallen met Mohammed Ali. En Rudy vecht terug. Ja, het had misschien ook niet, leuk geweest. Stel je voor, je slaat hem knock-out. Ja, dat is, had ook eigenlijk niet leuk geweest. Daar ben ik gewoon sportief in, dat ben ik gewoon eerlijk. Ik zou niet... Ik zou natuurlijk wel graag willen winnen van zo'n man. Maar, ja... Ik vind dat hij toch wel al eer verdient.
die hij toekomt. Kijk eens, daar staat Ali in de hoek. Zo sluit hij dan de wedstrijd af. Wat we hier zien is... Zal ik het nou eens overdrijven? Zal ik nu eens even credit where credit is due geven? Dat was, denk ik, voor Muhammad Ali een soort eerbetoon aan Rudy Lubbers. Van je hebt het goed gedaan, fantastisch. Goed gedaan, jochie. Doe maar even je best. Want zo was Ali ook wel. Nou, dat kan wel eens waar zijn, ja. Nou, hij gunde mij wat. En misschien dacht hij ook wel, ik moet die jongen niet verder proberen te teisteren. En die jongen gun ik dat. Het zal het wel helemaal fout hebben. Maar voor mij was het een teken van Ali die zei... Mr. Lubbers, good show, goed gedaan. Leef je even uit. Hoe dan ook, Muhammad Ali vergeet zijn tegenstander niet. Dat blijkt wanneer hij 3 jaar later naar Europa komt om zijn autobiografie te promoten. Lubbers gaat naar Parijs om Ali op te halen. Hey Rudy. Happy to see you, yeah. Thais? Lovely. Indonesia. He always had good singing of me. And I of him. Rudy gave me more trouble than I expected. He went the whole distance. Samen vliegen de boxers naar Amsterdam. And after I retire, I want you to win the championship. And after you win the championship, I will come out of retirement and we will go again. Tijd is breken. Het is wel de prestatie van Rudy Lubbers. Ja, Rudy was de volgende dag. Ik ben toen naar zijn hotel gegaan. Hij lag toen aan de rand van het zwembad samen met zijn vrouw Joke. Met zijn toenmalige vrouw Joke, moet ik zeggen. En hij had een zonnebril op. Ik zeg, zet die zonnebril eens af. En daar bleef weinig meer over dan... Zijn hele gezicht was ongeveer aan alle kanten een centimeter dikker. Maar die dag later, dan begint dat allemaal alles. Maar ja, wel op dat moment, ondanks een dikke kop... Een Nederlander die overeind was gebleven. Tot zover Andere Tijden Sport. Vanuit het Olympisch Stadion van 1928 in Amsterdam. Goedenavond. Zijn persoonlijkheid, zijn postuur op het veld. Het had zoiets karakteristieks, hè? Je schopt op een hele vreemde manier, hè? Ja. Komt het? Gelukkige voeten, denk ik. De elegantie van een zwaan, dat onverzettelijke. En zoals je ook met zijn vlerken zijn tegenstanders van zich af wist te houden. Wim van Hanegem, Jansen Goes, Deetje van Hanegem, Van Hanegem. I'll be back.